Ik overdenk mijn zoektocht. Wat zegt het nu over mijn NSB-opa? Wat weet ik van hem? Een eigenzinnige oud-marineman begint midden jaren 30 met een marinepensioen, een vloerenbedrijf. Het is sappelen geblazen. De tijden zijn bar, de markt slecht. De sleet komt op zijn marineverleden. Hij loopt opdrachten mis. En dan, vlak voor het uitbreken van de oorlog, die opdracht voor Russische schepen. Hoe reageerde mijn opa op dit geschenk uit de hemel? Ik stel het me zo voor. Ja, ja, natuurlijk is het voor de Russen. En zeker, die Sovjets deugen voor geen meter. Ik hoor het hem zeggen. Maar laat ons niet vergeten dat ze zaken doen met Nederlandse maatschappijen en niet met ons. Strak vloeren maakt afspraken met de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij en niet met de communisten. Laat ons dat voor ogen houden. En wie nog echt bezwaren heeft, nergens in de Nederlandse wetgeving staat dat het verboden is om met de Rus zaken te doen. En vandaar dat ik nu stel, genoeg hierover, aan werk. Ik leg de tekst aan mijn vader voor. Die reageert weer op zijn manier. Tja, je weet natuurlijk niet of mijn oude heer het zo heeft gezegd. Het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Ik kan mij maar heel moeilijk, zei mijn vader, en nog maar in heel beperkte mate voorstellen hoe dat er in zijn hoofd aan toe ging. In ieder geval was zijn wil wet en gediscussieerd werd het thuis al helemaal niet. Hij kreeg geen tegenspraak. Niet van moeder, niet van tante Vic en al zeker niet van ons, zijn zoon. Was hij dan een arrogante zonnekoning? Vraag ik mij af. Zeker niet. Mijn vader is stellig. Een zonnekoning geniet van zijn plek en zijn macht. Die heeft alles wat zijn hartje begeert. Mijn vader, jouw opa daarentegen, moest in die tijd elke stuiver omdraaien. Hij was verongelijkt, miskend. Hij was boos op de wereld. Ik kijk met een fictieve verrekijker terug in de tijd. Een tijd die zo geweldig gewelddadig was. Die geen geheimen lijkt te hebben. Wij denken er nu alles van te weten. Geen periode is zo uitputtend belicht. En van alle kanten ook als die Tweede Wereldoorlog. Kilometers archief, talloze onderzoeken, verhoren, proefschriften, romans, films hebben onze mening gekloofd, gebeiteld, geslepen, geëtst, gepolijst en gebrand. Er is nauwelijks ruimte voor een andere mening, voor een ander geluid. De stellingen zijn betrokken en bekend. Sprokkelend en snuffelend graai ik door schijnbaar willekeurig materiaal. Ik voel me een hopeloos inefficiënte zoekmachine.